Die rechtszaak was omdat er, het eigenlijk bijna onmogelijk is in dit kleine gebied om zeg maar 31 parkeerplaatsen weg te halen. Dat was eigenlijk geen goed idee, want auto's kunnen dan nergens meer blijven. En dan, krijgen we hier een mooi leegplein, dat wordt dan gezegd. Maar aan de andere kant dan gaat het dus de ondernemers veel schade opleveren. Doordat mensen toch voor andere locaties gaan kiezen om naar de horeca bijvoorbeeld te gaan. Om het plein staan een heleboel historische gebouwen. Het plein zelf is ook een historisch gebied, is een ontmoetingsplek voor mensen. En dat blik is een sta in de weg voor het uiterlijk van die gebouwen die er omheen staan. En het is een sta in de weg om het als een ontmoetingsplek te gebruiken. Deze uitspraak is in ieder geval goed, omdat de rechter heeft gemeend dat wij serieus genomen moeten worden als bewonersvereniging, dat ten eerste. En de uitspraak is ook goed omdat de schade zoals we die hebben aangegeven, zoals die geleden gaat worden door de horeca, dat die in ieder geval nu even niet geleden wordt. En dat er met het auto vrijmaken van het plein niet verder mag worden gegaan. En dat het in ieder geval moet wachten, dus totdat de beroepszaak heeft gediend. Nou, ik was wel wat verrast door de uitspraak. Ik ben niet helemaal verbaasd, ik ben advocaat van beroep en dat gebeurt wel vaker, dat er voorlopige voorzieningen worden getroffen. Ja, we hebben even gewonnen. Op zich zijn we daar aan de ene kant heel blij mee. Aan de andere kant zeggen we ook gewoon heel duidelijk, jammer dat het zover heeft moeten komen, want we hebben ons altijd constructief opgesteld en altijd willen praten. Alleen ja, eigenlijk alles wat we hebben ingebracht, dat is een beetje onder het kleed geveegd, zeg maar. Er zijn mensen die daar blij mee zijn, er zijn ook mensen die daar absoluut niet blij mee zijn. Die heb ik vandaag ook gesproken, die zeggen wat jammer dat het nu weer een poos duurt voordat het plein autovrij is. Maar ik kan niet ontkennen dat de mensen blij mee zijn en ik wil ze ook van harte feliciteren met het behaalde voorlopige succes. Ja, voorlopig even prima zo. Laten we ook niet vergeten dat we even blij zijn met de uitspraak. Want we hebben hier echt heel veel aan gedaan als alle bewoners en ondernemers bij elkaar om dit tijd te keren. En dat is in ieder geval gelukt. Dus daar zijn we echt oprecht blij mee, met z'n allen. Het is nog niet gedaan, want de bodemprocedure loopt nog. En waar het uiteindelijk om gaat in dit soort zaken is de uitspraak in de bodemprocedure. Dat heeft de rechter ook nadrukkelijk gezegd. Het is in afwachting van de bodemprocedure dat zij dit besluit neemt. Maar de zaak is nog niet ten einde. Of ze het weer gaan proberen? Ik heb geen idee. Eerst mogen ze het niet proberen. De komende tijd. We wachten even met een gerust hart de beroepszaak af die nog moet dienen. En dan kijken we daarna wel weer verder. Ik denk dat de rechter uiteindelijk zal respecteren dat het de bevoegdheid is van de gemeente om zo'n belangrijke historisch plein om dat autovrij te maken. Ik denk dat er wel een aantal mensen bij de gemeente in ieder geval vandaag en vanavond en misschien wel een paar dagen lang een slecht gevoel bij hebben. En wat ze precies denken, ja, dat weet ik niet. We zullen nog het een en ander moeten motiveren, maar ik ben nog altijd vol goede moed.